In een succesvolle samenwerking van de medische zending Primary Healthcare Suriname, het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid en de mobiele vaccinatieunit van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg hebben onlangs 829 personen tegen het COVID-19-virus gevaccineerd. Dit alles gebeurde in Porto de Bode en Curutela de Claudia, dat zijn goudvelden in het Sarakreekgebied. Het ging hierbij om een geïntegreerde COVID-19-malaria-activiteit waarbij de Portugiestalige Malaria Service Deliverers van het malaria-programma support gaven aan het vaccinatieteam en tegelijk malaria-voorlichting verzorgden naar de gemeenschap toe. Tijdens dezelfde missie werd er ook een groep personen gevaccineerd in het dorp Libidoti. Ook wij van het COVID-journaal maakten deze trip mee. We maakten voor u het volgende verslag. Vorige maand een EP-missie gehad in dit gebied, waarbij we dus zijn komen testen op het COVID-19-virus bij de verschillende cliënten hier in het binnenland. En daarbij hebben we dus van verschillende mensen, vooral de Brazilianen, begrepen dat ze dus graag willen dat ze gevaccineerd worden. Maakt niet uit met welk vaccin, maar ze wilden dus heel graag het vaccin. En toen is er de namen zijn opgenomen, er is geregistreerd en toen bleek dus dat we al ongeveer 467 mensen hadden die het vaccin wilden. Vandaar dat we dus hebben gezegd, oké, dan gaan we het organiseren om 2 tot 3 dagen te vaccineren hier. En te kijken of we misschien iedereen kunnen vaccineren of tenminste het overgrote deel. Want er zijn toch wel COVID-gevallen hier geweest die met spoed naar het ziekenhuis moesten. Dus vandaar dat we dus nu deze stappen nemen. We zijn gearriveerd, we hebben uitgepakt, we hebben een team dat op Libidoti is. We hebben een team dat op Lipo Sang, oftewel Curutela de Claudia is. En een team dat op Alimony, oftewel Porto de Bode is. Dus je hebt een hoofdpost, daar gaan we dus vaccineren en al die mensen van die sub-eilandjes moeten dus eigenlijk komen naar ons toe. Wij ontmoeten ze halverwege, zij komen halverwege. Als we zouden zeggen we vaccineren op Libidoti en de mensen moeten naar daar komen, is het reizen van 4 tot 5 uur lang. Waardoor je ze dus op een gegeven moment niet krijgt, want ze verliezen een hele dag. En ze geven ook dan aan dat ze geen transport hebben, want dat is ook moeilijk. En ze moeten heel veel geld uitgeven daaraan. Dus vandaar dat we ze halverwege ontmoeten. Komen we dus nu dichter bij hun, dat betekent dat ze dus eigenlijk misschien een paar uurtjes maar verliezen voor de transport. Meegemaakt. Dus dit is een van de goede wegen geweest, maar dan ook nog, dit is het goudveld. Zo gaat het eraan toe en daarom zeggen we het is een hele ontbering. Het is een hele opoffering. En dan moeten we bedenken dat wij maar 45 minuten hebben gereden naar hier. Andere mensen komen van veel verder om dan hier hun spuitje te halen, hun prikje te halen. Ik mikte op 100 mensen tot 200 mensen voor vandaag, maar als ik zo kijk zijn we nu al op 50 en het kan dus nog meer worden. Ik zie dat er steeds meer mensen blijven komen. Deze campagne is georganiseerd door de medische zending in samenwerking met het malaria-programma en de
organisatie die zich bezighoudt met de mobile population. Dat tracker was voornamelijk Hedley Cairo en ik. We hebben het samen in elkaar gezet met nog Carla die hier de mensen heeft geschoold en ingelegd over de vaccinatiecellen. Nou, eigenlijk wat erachter staat, eigenlijk is waarom Mitika besluit om mee te komen. Omdat ik een bijdrage wil leveren. We zien dat de corona, COVID-19 is een serious business. En we zien dagelijks zoveel mensen doodgaan. Soms door onwetendheid, doordat ze niet gevaccineerd zijn. En door fake news. Alle soort van nieuws is men een beetje huiverig. Dus ik die al gevaccineerd, 2 keer vol gevaccineerd is, heb toen gesproken met de president en ook met de minister van Volksgezondheid. Dat ik graag een bijdrage wil leveren, ondersteunen na de campagne. En vandaar dat ik hier ben. U ziet hoe, trouwens, ik heb het meegemaakt dat het niet makkelijk is om helemaal hier te komen bij Lipausang. Maar we doen het voor het volk en we doen het voor de gezondheid van het land. De bedoeling is zodra men me nodig heeft, ben ik er. Vooral voor het binnenland. Desma, ik twijfel even, weet je. En het is gebleken dat Umka Desma, ja, niet alle nieuws bereikt Desma in het binnenland. Dus vandaar dat ik heb ook met dokter Sanchez en dokter Eesteling en ook de minister gesproken. Dat zolang ik ze me nodig heb, midden alle de campagne waar het ook mag zijn. Dus dit zal echt niet mijn laatste zijn. Nou, de volgende stap, ik kijk uit naar de coördinatoren van dit alles. En net wat ik zeg, het moment dat ik weer hoor dat ze me nodig hebben. Of ik zie dat ze ergens eigenlijk, ik wacht niet op, nodig ik me gewoon op. En ik ga mee natuurlijk. Ga ik door blijven gaan met het adviseren voor tijdens me die nog twijfelen dat me goed ik aan vaccinatie. Het komt ten goede na lange jullie. Ik weet dat andere mensen over nadenken, een paar mensen, maar ze zeggen, ze worden niet gedwongen. Maar het beste is vaccinatie. Met ik alle toekba en tel ik noem in de dit. Dus dat gaat gewoon door. Ik wil die mensen oproepen die nog niet gevaccineerd zijn. Dus alle desma zij twijfelen. Denk goed erover na. Brarangasa, desma zij twijfelen. Alle desma vooral van het binnenland. Me roepen op bij deze, fugo, tek een vaccinatie. No look at the arc of the fake news. Ja, want dat de mij pompen constant. Maar mij kan tegen dat. Tel ik nu, sam si, asani euroko. Mij mij tegen want mij bij de op de eerste maand zat bij morgen vrede. En nu ben ik gevaccineerd helemaal. Nu is een dag een symptoom. Dus mij roep alles maar op. Ja, voor go tek een vaccinatie. En natuurlijk de minister, de president, de regering die de efforts opbreng om dit gedaan te krijgen, dat de heerser en het volk vaccineert, dat ook alles aan kan opbakken. Ik wil ze feliciteren, want het werkt, want waar we hier zijn, Brarangasa. Het is niet makkelijk om hier te komen via de weg. Dit is geen Sapana rally, maar toch kom ik in. Trouwens, Serge, je hebt het ook meegemaakt, dus we denken aan volk. We denken aan volk en we twijfel. Hoe gaat het vaccinatie? Até agora foi um sucesso. Hoje foi o primeiro dia e eu acredito que saiu perfeito até aqui. Nós chegamos agora a um total de 120, mais ou menos. Eu acredito que vamos encerrar com mais de 130. Eu trabalho com o programa da malária como supervisora de MSDs. E a gente tem uma expansão enorme. Mas eu acredito que toda a região do Lipausang e Saracri, segundo informações das pessoas que moram aqui, tenha um total de 5 mil pessoas. Encontrar todas essas pessoas não é algo muito fácil. Primeiro porque elas estão distantes, o transporte que a gente usa para chegar até elas tem que ser uma moto, uma 4x4. E o que acontece nesse tempo é que a gente investe bastante tempo viajando para chegar até eles. Então não é possível encontrar todas essas pessoas rápido.
E como foi um processo para saber se a gente conseguiria que as pessoas viessem vacinar, aproveitamos uma viagem que era um trabalho para malária e fomos perguntando. Nesse meio período, encontramos um total de mais ou menos 500 pessoas e a maioria delas queriam vacinar. Por isso a gente está aqui hoje. Algumas pessoas estão a 2 horas de distância com moto, outras estão 40 minutos, tem pessoas com 3 horas de distância. Vai depender muito de quão, vou dizer que a estrada é por muitas vezes um problema. Se você tem uma estrada feita por rete ou trator, é rápido, às vezes nem tão longe. E se você tem uma estrada ruim, você pode demorar mais. Eu diria que eu vou dividir essa questão em raça. Eu posso dizer que os brasileiros estavam animados e os surinamenses não. Eu posso dizer que quase todos os brasileiros estavam de acordo com receber a vacina. Mas os surinamenses sempre diziam que não, no total todos diziam que não viriam. Talvez essa nossa campanha agora, eu quero até acrescentar, cause um certo impacto para que os surinamenses tomem isso como exemplo e também queiram vacinar. Eu gostaria de dizer àqueles que não vieram ainda tomar a vacina que deixem as lendas, esqueçam um pouco sobre os comentários inadequados e usem o próprio raciocínio para entender que é necessário tomar a vacina. Se você for realmente tomar conhecimento sobre o que é, você vai perceber que é uma coisa necessária. E eu acredito que tem toda uma pressão psicológica sobre esse assunto agora, como se vacina fosse uma novidade. Que as pessoas tomem consciência do quanto é necessário tomar a vacina.